Het was gisteren Wereldgezondheidsdag. In verband hiermee heeft het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met de PAHO een discussieavond georganiseerd. De activiteit vond plaats in de aula van het IGSR. Het thema van de discussieavond was depressie. Let's talk. Wereldwijd leven ongeveer 300 miljoen mensen met depressie. Er is een stemmingstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. Psychiater Roy Dwarkasing, een van de inleiders, gaf een uiteenzetting over deze aandoening. Er zijn twee media criteria. Eén is een depressieve of sombere of neerslachtige stemming, vrijwel de hele dag door, langer dan twee weken. Deze criterium is ook heel erg belangrijk. Als dat niet voldoet, kan je daar geen depressie aan vastleggen. En het tweede media criterium is vermindering van interesse en het hebben van plezier en bijna alle activiteiten. Ik geef een voorbeeld. Iemand die heel erg blij was met het hengelen bijvoorbeeld en altijd weer op stap was om te hengelen, het zegt hem niks meer. Het geeft hem dat stukje vreugde, dat stukje plezier absoluut niet meer. Dus er is verlies en je ziet zo ook vermindering van interesse. Ik heb wel eens mensen die zeggen het lijkt alsof ik niks meer boeit. Naast Dwarkasing heeft ook de psycholoog Raj Yatnanan Singh een inleiding gehouden, evenals de PAHO-vertegenwoordiger Jitadis Gebre. Volgens Gebre is depressie te voorkomen en te behandelen. Depression can also be preventable and treatable. For these reasons, our theme for this year is depression, let's talk. The other areas we have to look at when it comes to depression is that our vision is not just to talk about it, but definitely those individuals seek and help and get help from those who are well prepared to provide care. Aldus PAHO-vertegenwoordiger Jitadis Gebre. Tijdens de paneldiscussie is er omstandig gediscussieerd over het thema. In het panel zaten onder meer professor Jack Menke en de onderdirecteur van Volksgezondheid Edith Tilon. De rode draad tijdens de discussie was dat depressie een van de snelst groeiende aandoeningen is in de wereld, dus ook in Suriname.